Moet je dan weer terug naar buiten gaan? Nee, we gaan het binnen halen. Oké. Ja, ga het. Ik heb beslist om de projectweek een beetje anders te gaan inkleden. De werkbundels die ik gemaakt had, gaan we niet gebruiken. Eerst terug naar autocratie. We hadden het net over dictatuur. Nu, wat heeft elke autocratie op zich nodig? Wat zijn de pijlers van een autocratie? Marike. Een leider. Ik stel voor dat we voor deze projectweek ook een leider gaan kiezen bij ons in de groep. Zijn we kandidaat voor? Joffrey? Jij bent kandidaat voor het leiderschap, goed. Hè? Andere kandidaten? Marike? U meneer? Ikzelf? Ja. Misschien een beetje voor de hand liggend, maar op zich zou het kunnen. Hè? Nog andere kandidaten voor het leiderschap? Nee? Dan stel ik voor dat we stemmen tussen Joffrey en mij dan als leider van deze projectweek. Wie stemt op Joffrey? Ja. En wie stemt op mij als leider van de projectweek? Ja, dat is allemaal duidelijk. Eén onthouding? Ja, sorry. Nee, geen probleem. Goed, 5 stemmen tegen 3. Dat is dan vrij duidelijk. Dan zal ik vanaf nu de leider zijn voor deze projectweek. Nu, een leider verdient ook het nodige respect. Dus vanaf nu zou ik graag hebben dat je mij aanspreekt met meneer Smit. En dat je ook eventjes gaat terechtstaan als je iets wil zeggen. Dat je dan kort en bondig zegt wat je moet zeggen. Ja? Oké. Isolde? Ja, ik vind dat een beetje overdreven. Ga je eventjes rechts alsjeblieft. Is dat niet een beetje te overdreven, meneer Smit? Voel je jezelf wat dat met jou doet als je gaat rechtstaan? Voel je dat je op die manier een betere bloedcirculatie krijgt en daardoor meer zuurstof in de hersenen helderder kan nadenken? Ga maar terug zitten. Pieter, jij hebt gisteren een vrij zware training gehad. Ik kan me inbeelden dat je dan op maandagmorgen nog niet zo fris bent. Een beetje stijf. Ga eens ook even rechtstaan, Pieter. Eventjes je armen los naast je lichaam. Eventjes maken dat je goed staat. En adem eens diep in. En in. En in. Kan je zelf beschrijven, Pieter, wat dat met jou doet? Nee, niet echt. Voel je dat je door diep in en uit te ademen, dat je daardoor ook helder wordt in je hoofd? Ongeveer. Misschien moeten we dat allemaal eventjes proberen. Ga eens eventjes allemaal recht staan. Ja. En we gaan allemaal eventjes diep inademen. En uit. En in. En uit. En in. Ik heb de indruk dat er achteraan een paar zijn die geen zin hebben om mee te doen. Laat ons heel duidelijk zijn. Jullie hebben zelf gekozen voor de projectweek. Dat wil zeggen, jullie zijn niet vrijwillig. Ofwel doe je mee, ofwel mag je van mij de klas verlaten. Ja? Oh, dat is duidelijk. Wij ademen in. En uit. Ja, you. En in. En uit. Goed, gaan we terug. Vanaf nu gaan we dat telkens doen. Als je recht staat, even diep in en uitademen en kort en bondig proberen te antwoorden. Terug naar de autocratie. We hadden net over een leider. Nu, wat is er nodig om de autocratie te kunnen gaan waarmaken? Wat is er nodig om die bestuursvorm inderdaad te kunnen gaan oprichten? Wat is er? Een zwakke economie. Een zwakke economie. Mm-hmm. Pieter, waarom zegt zij dat? Omdat als er een zwakke economie is, dan is er ook hongersnood. En als er dan een leider opstaat, die zegt van, als je mij volgt, dan kan ik u één. Oké, moment. Pieter, uw antwoord op zich is wel juist, maar probeer kort en bondig te antwoorden. Nee? Zeer goed nadenken wat hij wil zeggen. Oké, ga maar eens. Inderdaad, als er een leider is die zegt van, kijk, jullie hebben honger en ik kan voor voedsel zorgen, dan ga je die persoon ook gaan volgen. Ja, Marie. Als het volk ontevreden is, meneer. Ja. Als het volk ontevreden is en er is een leider die zegt van, kijk, hè, ik kan het beter maken, dan ga je die leider ook volgen. Nu, toch heeft zo'n leider ook bepaalde eigenschappen. Wat heeft het gedaan? Moet een goede spreker zijn, meneer Smit? Ja, heel juist. Moet een goede spreker zijn.
Mag ik? Hij moet charisma uitstralen. Moet er zeker charisma uitstralen. Ja. Ja, kom aan, zullen we dat wel doen? Dat is toch niet zo erg, hè? Ja, het is toch maar gewoon luisteren. Ja, hé, ik ga wel niet hard dat hij in zijn kop staan kijken, zeg. Ja, oké, wij zijn terug. Zo. Ja, yo, ik ben kieker, zeg. Inderdaad, hè? We zitten met vijf van die lijnen. Moet 1. Moet een goede spreker zijn. 2. Hij moet charisma uitstralen. En 3, heel belangrijk, hij moet zijn volk ook weten te overtuigen. Ja? Ja?